We vervolgen dan met onze gasten voor vandaag. We hebben Ruth Sinkler in de studio vandaag als voorzitter van Foundation Lead to Inspire. En ze is hier in de studio met Laurindo Kloof, kinderarts van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hartelijk welkom aan mijn gasten. Dankjewel. Fijn dat jullie er zijn vandaag. Ruth is er al vaker geweest, maar Lead to Inspire Foundation kennen we niet. Ruth, ik wist niet dat je de voorzitter was van deze foundation. Kan je vertellen hoe deze foundation is ontstaan en wat je hiermee wilt bereiken? Ja, die foundation bestaat eigenlijk al een paar jaartjes, een jaartje of 3-4. Mm-hmm. Maar we hebben nog niet zo heel veel gedaan, want je kent mijn schema, ik ben altijd druk en mijn bestuursleden zijn ook druk. En in eerste instantie is deze stichting opgericht omdat we wat meer wilden doen met het onderwijs, met de educatie hier in Suriname, met scholen helpen om op te knappen en te moderniseren. Dat willen we nog steeds hoor, maar goed, sommige dingen duren gewoon wat langer. Mm-hmm. En toen vorig jaar, wilde ik wat doen voor de kindjes die naar school gingen, maar die wiens ouders geen geld hadden voor een schooltas. Okay. Dus toen heb ik een inzamelingsactie bedacht om schooltassen te kopen voor kinderen uit minder bedeelde gezinnen. En ik dacht van ja, hoe kan ik dat nou op een ludieke manier doen? En toen heb ik vorig jaar Burpees for Bags gedaan. Ik doe een CrossFit. Weer gelukkig. Ik ben blij. Mm-hmm. Mooiste sport ter wereld. Maar goed, daar gaan we het zo wel over. Mm-hmm. Dus toen dacht ik, weet je wat? Als ik nou ga inspannen, en dan kunnen mensen me sponsoren. Mm-hmm. En dan verzamel ik geld in voor tassen. Dus ik dacht, ik ga het zelf doen. Okay. Maar ik vertelde het aan een paar mensen vorig jaar. En opeens ging echt een heleboel van mijn CrossFit matties, die gingen meedoen. En iemand van een boksschool die ik ken, een boksleraar. Individuele mensen. En uiteindelijk, en mensen vonden het geweldig, die hebben geld gestort. Uiteindelijk heb ik bijna 35.000 SED vorig jaar hebben we opgehaald. Mm-hmm. Door te burpien. En heb ik bijna 200 kinderen blij kunnen maken met een nieuwe schooltas. Nice. Dus ik dacht er vorig jaar van oké, wat gaan we dan volgend jaar doen? Maar de kinderen zijn natuurlijk heel weinig naar school geweest. Mm-hmm. Dus die schooltassen van vorig jaar die zijn nog best wel nieuw, ga ik even vanuit. Yeah. En een paar maanden geleden las ik over VKS, Vereniging van Kinderartsen Suriname, die aan de bel trokken van hey, het gaat niet goed met onze afdelingen voor de jonge, pasgeboren, vroeggeboren baby'tjes. Ja. We hebben te weinig couveuses, we hebben te weinig alles eigenlijk. Mm-hmm. En ik dacht van, nou, maar dit is toch echt wel heel erg erg. En toen dacht ik, weet je wat, dan ga ik dit jaar geen burpees doen voor bags, maar dan gaan we burpees doen voor de baby's. Ja. Dus Lead to Inspire is nog een beetje een kleine stichting, we hebben nog niet zoveel gedaan. Maar dit zijn dan kleine dingen die we doen en die wel grootste impact hebben. Dus dit jaar gaan we burpees doen weer, sportief inspannen voor babytjes. Oké, geweldig. Ja, en daarom heb ik Laurindo meegenomen vandaag. Klopt, een jonge kinderarts. Ben je de jongste kinderarts in Suriname of niet? Weet je dat toevallig? Nee, er zijn gelukkig twee jongeren. Oké, want ik kwam binnen en ik zeg zo'n jonge kinderarts. Ik wil echt mijn broertje zijn. Ja. Maar je bent ook nog niet zo heel lang kinderarts. Kan je ons vertellen wat je precies doet als kinderarts? Je eigen poli draaien en... Als kinderarts in Suriname heb je een heel uniek beroep. En dat is dus dat je een mannetje van alles moet zijn. Dus je moet een baby kunnen opvangen tot een volwassen. Je moet poli kunnen doen. Dus vaardigheden, noem maar op. Dus er wordt nogal veel van je geëist. Dus ik doe algemeen, dat is dus intensive care en algemene kindergeneeskunde. En mijn specialiteit is daarbij dus sociale kindergeneeskunde. Dat zijn kinderen die in problemen zitten doordat ze mishandeld worden of seksueel misbruikt zijn. Daar heb ik een team voor en dan begeleiden we zulke kinderen. Oké, wauw. Ja. En vind je dat niet erg zwaar als je dus echt te maken krijgt met kinderen die misbruikt en mishandeld zijn? Ik bedoel, het is toch anders dan wanneer je een ziek kindje gewoon wat medicijntjes moet voorschrijven of moet gaan onderzoeken om dieper liggende oorzaken. Ja, ik ben al een aantal jaar ben ik bezig met de opleiding en ook gewoon het leven maakt je rijper voor dingen. En blijkt dat ik ervoor gemaakt ben. Dus het geeft me juist een voldoening, het geeft me een kick als ik kan helpen. Als ik samen met partners en noem maar op, een verbetering kan brengen in de levens van de kinderen. Je bent ook lid van de Vereniging Kinderartsen Suriname. Ja. De actie van Ruth zal dus eigenlijk ten behoeve van deze vereniging worden gedaan. Wat is op dit moment het hoogst nodige binnen deze vereniging? En waarom hebben jullie een vereniging gevormd van kinderartsen in Suriname? En wat is ook jullie doel hiermee? Ja, de vereniging is gevormd door de huidige situatie in het land. Met name de afgelopen 10 maanden, waarbij we dus structureel
hebben gezien dat de zorg aan het afbrokkelen is. En ik zeg maar wat, 13 jaar terug, als een kindje onder de 32 weken geboren werd, dan konden we niets doen voor het kind. Maar de afgelopen 10, 13 jaar hebben we de zorg zo kunnen opbouwen, kwalitatief, waarbij we zelfs regionaal heel goed scoren. En nu kunnen we een kind van 700 gram, dat is echt zo'n klein. Ja, past in je handje eigenlijk? Kunnen wij nog gewoon goede kansen geven. Wauw. En wat we zagen de afgelopen 10 maanden is dat essentiële levensreddende medicatie, apparatuur, couveuses, noem maar op, dat allemaal aan het wegbrokkelen was. We hebben een aantal brieven, kreten, noem maar op, gericht naar de beleidsmakers, naar onze directie. En het enige wat ze zeiden was, even geduld, we zijn ermee bezig. Dus als we dat zulke jonge Surinamers moeten zeggen, die zitten te vechten voor hun leven, want hun longetjes zijn nog niet zo rijp. Dus ze zitten echt te hegen en te puffen. En als we tegen deze kleine Surinamers, die zo hard werken, moeten zeggen, heb nog even geduld, dan zie je dat niet lukt. En er zijn dus in die periode ook, ten spijt, zijn er ook baby's te komen overlijden. En om die gesprekken te hebben met ouders, om te moeten uitleggen dat omdat we deze medicatie niet hebben, omdat we dit apparatuur niet hebben, dat het kind is te komen te overlijden. Op een gegeven moment gaat dat door merg en been. Ja. En toen was de maat voor ons vol. En toen zeiden we van, hey, we gaan een noodkreet doen. We gaan de bevolking inlichten wat er precies speelt. En van daaruit kwamen er reacties, donateurs, noem maar op. Iedereen wil helpen. Het zij met kennis, het zij met apparatuur, het zij met geld. En vanuit die tsunami van reacties zijn we dan gaan organiseren in een vereniging. En het doel van de vereniging is om het water boven hoofd te houden. Voor de komende periode, om te helpen, om te assisteren. Okay. En niet alleen voor het AZP waar ik werkzaam ben, maar letterlijk alle ziekenhuizen in Suriname. En dat is ons doen, want als wij het niet doen, dan ja. Ja. Heb je een idee hoeveel baby's het leven hebben gelaten? We hebben geen exacte idee, omdat natuurlijk er zijn directe gevolgen, maar er zijn ook kinderen die niet kunnen komen naar ons centrum. De AZP is een tertiair centrum, dat wil zeggen de ziekste van de ziekste, die komen dan in AZP. Kinderen met hartafwijkingen, kinderen met longafwijkingen, hersenafwijkingen, darmproblemen en de kinderen die te vroeg geboren worden. Dus als jij zegt, ik heb geen plek, dan wil dat zeggen dat zo'n kind dus een verminderde kans heeft om te leven. Mm. En dat is dus heel erg pijnlijk. En we hebben dan ook het probleem met verpleging dat wegtrekt, artsen die wegtrekken. Dus onze capaciteit is gehalveerd. Dus daar waar je 20 bedden, daar heb je gewoon veel minder bedden. En dan moet je daarmee zien te kijken hoe je het hoofd boven water houdt. Klopt. Het is wel een heel serieus probleem eigenlijk, maar je zegt er is een beetje steun geweest vanuit de gemeenschap. We zijn dus nu partnerschaps aangegaan met bedrijven in binnen- en in buitenland. En dat biedt een beetje hoop, licht in de storm zeg ik, maar we zijn nog niet uit de storm. En daarom zijn we dus heel blij met deze actie om ook echt iets te doen voor de kinderen van Suriname. Klopt, ik heb begrepen dat je zelf ook crossfitter bent. Ja, klopt. Dus dat jij ook burpees doet voor de baby's? Ja. Zeker. We willen echt iets, weet je, we zeggen vaak, kinderen in de toekomst van morgen, maar we hebben gewacht en gewacht en gewacht en er wordt niets gedaan voor onze kinderen. Ja. Dus we zijn blij met deze actie dat er eindelijk iets gedaan wordt voor de kinderen. Niet alleen zeggen of beloven, want dat verstaan mijn baby's niet. Dus we moeten echt iets hebben. En daarom als kinderafdeling, als kinderartsen, wij gaan zeker ook een bijdrage leveren. Participeren, ja. Super tof. Ruud, want hoe moet ik me dat voorstellen? Mensen moeten zichzelf opgeven, moeten ze zelf een sponsor vinden die dan per burpee een 5 SCD of een 10 SCD en dan gaan ze in een uur zoveel mogelijk. Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe gaat het in zijn werk? Ja, kijk, het is vandaag 13 augustus en waarom we al nu bij jou zijn, is omdat we mensen willen voorbereiden. Want als je mee wil gaan doen, dan is het handig als je vanaf nu een beetje gaat trainen, want burpees zijn wel zwaar. Mm-hmm. Dus ik zou mensen kan je even uitleggen wat een burpee is? Want het is geen boertje. Nee, in het Engels is een burp en als je oprist of zo. Een burpee maar is in een dit fitnessoefening geval die eigenlijk bestaat tussen een push-up, een push-up en dan een squat en dan springen en dan weer een push-up. Dus het begint eigenlijk met een sprong of ga je eerst op de grond? Ja, je gaat op de grond, dus je doet eerst je push-up, dan kom je omhoog in een squat. En dan ga je stretchen en dan ga je weer je push-up
en zo weer door. Dus een burpee dus bestaat uit drie oefeningen. Sprong, ja, squat en een push-up, zeg maar dippen. Push-up eerst, je gaat dippen. Push-up, squat, stretch en dan weer naar beneden. Ik zou mensen adviseren om op YouTube te googlen, te zoeken op CrossFit burpee. Dat zijn dan de burpees die wij doen. Mm-hmm. Dus dat is stap 1. Vervolgens kan je registreren, net als vorig jaar bij Burpees for Bags. Heb ik een registratieformulier, daar kunnen mensen even opvragen bij mijn assistent op 894-1253. Dus stuur een WhatsApp naar 894-1253. Dan stuurt mijn assistent die link, dan kan je registreren. Mm. Vervolgens ga je een sponsor zoeken. Dan zeg je gewoon tegen familie, vrienden van, hey, luister dan. Ik ga me sportief inspannen voor de baby's. Ik ga de challenge aan om een uur lang zoveel mogelijk burpees te doen binnen dat uur. Mm-hmm. Hoeveel wil je me sponsoren? Vorig jaar zeiden mensen, Rut, ik sponsor je met 2 SED per burpee. Of met 5 SED per burpee. Of met 10 SED per burpee. Mm-hmm. Ja, of sommige mensen zeiden ook van, weet je, je gaat een uur burpees doen. Ik geef je gewoon 500 SED. Ik heb in mijn eentje vorig jaar 3000 opgehaald. Als er zoveel mensen hebben die dat ook hebben, dan verzamelen we geld. Ja, en dan ga je op 18 september, gaan we tussen 5 en 6 in principe. Maar als je het tussen 6 en 7 wil doen, omdat je het nog te warm vindt, ook prima. Ga je een uur lang zoveel mogelijk burpees doen in dat uur. Oké, okay. Super tof. Hoeveel geld denk je dat we gaan inzamelen? Ik ga ook meedoen. Ja, goed zo. Jij gaat meedoen. Samuel gaat meedoen. Jij gaat ook meedoen, toch? Ja, de kinderarts doet mee, de verpleegkundige. Onze CrossFitbox doet mee. Okay, ik doe mee, ik doe mee. We gaan doet mee. We doen allemaal de box. Ik weet alleen niet of ik veel burpees ga doen in een uur. Ik ga mijn best doen. Dat maakt niet uit. Maar iedereen sponsort jou toch voor 100 SRE per burpee, Teerza? Nee, maar oké, het is 18 september. Ja. En waar en hoe? Want ik bedoel, de mensen moeten dan fysiek thuis zijn en gewoon filmen. Of weer ze op één centrale plek verzamelen. Wanneer met COVID dat is dat kunnen ook mensen zelf weten. Inderdaad, kijk, wij zijn van CrossFit Box Core 5 aan de Casabe-Olleweg. CrossFit Box Core 5. Heet de Core 5. Waar is dat? Aan de Casabe-Olleweg, naast de volgende hoek van Vincent Supermarkt. En ze zijn wel open? Ja, die zijn open. Oké. Okay. En daar, dus wij doen het daar gezamenlijk. Mm-hmm. Met de inachtneming van de regels en zo. Rock CrossFit aan de Ringweg, die gaat het ook weer doen. Deed vorig jaar ook mee. Okay. De sportschool van Benito Linger, die doet weer mee. Weet je, andere sporten. Dus gewoon op je eigen sportschool. Sidney Groenberg gaat meedoen met zijn sportclub. Okay. Weet je, dus iedereen kan zelf weten, doe je het op je sportclub, op je sportschool, doe je het individueel. Vorig jaar heb ik het op Oase gedaan. Yeah. Doe het, waar je het ook doen wil. Maar registreer, zodat wij een beetje overzicht hebben van wie doet er mee en voor hoeveel word je gesponsord. En als je dan klaar bent, je moet wel zelf natuurlijk tellen of je laten filmen door iemand. Mm-hmm. Zodat je een beetje weet hoeveel burpees je hebt gedaan. Dat is ook een challenge echt voor jezelf. We willen ook Suriname een beetje gezond maken, toch? Ja. Dus met z'n allen, of wel heel Suriname. Maar een burpee is wel meteen heel heftig, ja, hoor. Ja, maar dat mag niet. Daarom moet je niet gaan trainen, toch? Een burpee is direct het zwaarste wat je kan doen in een oefening. Maar iedereen kan het doen. Ik het touwtje springen of ik weet het niet. Ja. Wat zijn die makkelijkere dingen? Nee, touwtje springen is ook zwaar, geloof me. Maar je moet het toch een beetje challengen, maken, toch? Dus daarom moet je nu beginnen met oefenen. We hebben nog een maand, zeg maar. Een maand en een week zo. En dus kunnen mensen gaan oefenen en dan laat je sponsoren en dan gaan we gewoon geld ophalen voor de baby'tjes. Hoe kunnen de mensen contact maken om zich te registreren? 894-1253 of kijk op de Facebookpage van Lead to Inspire Foundation. Daar zit een event, daar komt ook alle informatie op. En verzamel je mensen, doe met z'n allen mee, worden wij gezonder als Surinamers. En we helpen de gezondheid van de babytjes. Oké. Okay. Laurindo, om het toch ook weer even te hebben over de Vereniging van Kinderartsen Suriname. Hebben jullie ook een centraal contactpunt? Een website of een Facebookpage? We hebben een website, maar hoop dat ten goede wat dat precies is. VKS. Ja, oké. Okay. En dan de mensen kunnen ook contact maken als ze dus bijvoorbeeld op een andere manier misschien een bijdrage willen doen. En op de website heb je daar alle informatie, e-mailadres en daar kan de uitwisseling plaatsvinden van informatie. Okay. Ja, want je zei eigenlijk, het gaat gelukkig nu een beetje beter. Ja. We hebben wat ademruimte, maar we zijn nog lang niet waar we moeten zijn. Hoe zie je dat proces precies voor de toekomst? Denk je dat we er wel gauw komen of heb je echt nog heel veel middelen nodig? We zijn nu aan het bundelen, aan het partneren. We willen dus partners hebben in de maatschappij. Die... Maar kan je toch wat specifieke dingen noemen die nodig zijn van mensen die misschien... Op drie gebieden, namelijk apparatuur,
Daar heb ik het bijvoorbeeld over couveuses. Een couveuse is net een soort een lekker huisje voor zo'n baby. Zo'n baby heeft een heel dunne huid en kan niet zelf zijn temperatuur reguleren. Dus vaart daardoor heel snel kou. Dus zo'n couveuse houdt het lekker warm, waardoor het kind echt lekker warm is en ook beter kan groeien. En zo'n couveuse kost dan gauw iets van $10,000. We hebben dingen zoals monitor, dat zijn televisieschermen waarop het hartslag, hartactie, ademhaling en hoeveel zuurstof er in het bloed is, wordt gezien. Zulke dingen hebben we nog nodig. En dan derde heb je natuurlijk artsen nodig en je hebt ook verpleging nodig. En een heleboel van onze verpleegkundigen, door uiteenlopende redenen, maar allemaal hebben wel een verband met de sociaal-economische situatie in het land, die trekken gewoon massaal weg. Wat jammer. En daar kunnen we dus om huilen. Of we kunnen zeggen, hé, wat moeten we doen? Namelijk, we moeten meer opleiden. Dus we zijn ook druk bezig om nieuwe verpleegkundigen op te leiden, opleidingen op te zetten, echt samen te werken. We krijgen ook heel veel steun uit Nederland, met name die verpleegkundigen stuurt, om onze nieuwe verpleegkundigen dan een beetje on the job een beetje op te leiden. Dus er zijn echt een heleboel puzzelstukjes. Wil je komen tot een gezond Suriname, waar ik zeg, maakt niet uit waar een kind geboren wordt, al is het Jumu. Dat het kind gewoon, als het kind die zorg nodig heeft, dat de zorg ook kan krijgen. En dat is ons doel. We gaan door totdat dat punt bereikt is. En we gaan natuurlijk door met de overheid, weet je, in communicatie en blijven pleiten voor de kinderen. Omdat dat toch wel, weet je, met woorden, beloftes en noem maar op, maar praktisch zien we niets. Dus daarom dat we echt 100% achter deze actie staan om echt iets te doen voor onze kinderen. Ja, hoeveel kinderartsen zitten in de vereniging, KVS? VKS, sorry. Ja. Totaal, Holland ten Goede, zijn we ongeveer op een stuk of 10, 12 kinderartsen. Maar wat ook uniek is, is dat wij als kinderartsen van Suriname, als specialisten, unaniem een blok zijn gevormd. Om te zeggen van nee, wij gaan voor de kinderen. En zo alleen kan je verder komen. Dus alle apparatuur, alle dingen die we kopen, we zorgen ervoor dat het dezelfde merken zijn. Zodat wanneer bijvoorbeeld een onderdeel kapot is, we zeggen, hey, geen probleem. Ja, neem de mijne maar even. En dan zien we wel dezelfde leveranciers, dezelfde producten. Dus één taal over heel Suriname. Fijn. En dat is echt uniek. En daar gaan we nog voor blijven pleiten. Dat er uiteindelijk gewoon over heel Suriname de zorg voor elke baby, voor elk kind, gewoon gegarandeerd is. Oké, geweldig. Mooi, hè? Ja, echt bijzonder mooi. Ja. Ik hoop echt dat jullie ook op het punt komen dat jullie gewoon prettig kunnen werken en niet meer zo zitten te struggelen als het ware. Ja, het is baby's, vooral veel babytjes, meer veel meer babytjes overleven. Want het is toch precies jammer dat de babytjes het niet overleven, vreselijk, omdat ze niet de juiste zorg kunnen krijgen. En let wel, wij worden opgeleid om baby's levens te redden. Mm. Dit wat we doen, dit is niet onze verantwoordelijkheid. Nee, ja, klopt. Ja, eigenlijk, ja, dus, ja, jullie zijn ook een beetje. Weet je, we hebben alle recht om te zeggen, weet je wat? Nou, oké, ik ben klaar. Mm. Ja. Maar gewoon liefde voor het land, liefde voor het volk van Suriname, liefde voor de baby's, liefde voor de toekomst van Suriname. Ja. En dat we echt zeggen van, nee, deze verdienen het niet. Ja. En we weigeren te zeggen, bijvoorbeeld van, hey, deze moeder kan het medicament wel kopen, dus die gaan we het wel geven en die niet. Bij ons maakt het niet uit wat voor ras, wat voor culturele achtergrond, religie, sociaal of de sociaal-economische situatie. Elk kind heeft recht op die topzorg. Ja. En daar gaan we echt voor strijden. Ja, geweldig. Ja. Nou, ik denk dat echt een speciale zegen ook voor jullie is weggelegd, hoor. Dat jullie dit allemaal doen. Ruth, als we dus even kijken naar deze actie. Ik zag, je hebt mondkapjes meegenomen. Ja, nou, dus ik zei tegen Lorindo, dus ik heb familie in Nederland. Ik kom uit een vrij sociale familie. Okay. Dus die sturen zo vaak dozen. En ik geef heel vaak dozen met luiers aan Huizen Betaljada aan de Cornelis Jongbouwstraat. Okay. Voor de gehandicapte kinderen. Maar in de laatste doos zaten 300 van deze kapjes. En ik zeg je eerlijk, ik ben ondernemer, dus ik dacht eerst, weet je, ik ga die dingen verkopen. En toen sprak ik Laurindo en toen dacht ik, nee man, Rut, come on. Weet je, geld is leuk, maar geld is niet alles. Dus symbolisch overhandig ik hem hier die KN95 kapjes. Geweldig. En ik heb er 300, dus de rest heb ik voor hem meegenomen. Mm-hmm. Want ook dat hebben de artsen nodig. We hebben ze tekort. Dus dankzij mijn familie dan, mijn tante in Leeuwarden. Dankjewel, tante in Leeuwarden. Ja, dankjewel. Tante en oom in Leeuwarden. Ja. Maar dus Laurindo, 300 kapjes voor jullie. En jullie kunnen ze goed gebruiken. Want ja, weet je, ik hoorde, we waren van de week bij de radio ook voor een interview. En ik
krijg echt tranen in mijn ogen. Ja, je hart breekt echt, ja, hoor, echt. Als je het hoort. Maar misschien dus, is die bewustwording daarom ook wel belangrijk. Ja. Dat de mensen ook echt weten wat er speelt en kunnen helpen. De afgelopen jaren hebben we heel hard gewerkt in ons ziekenhuis. Dus de kwaliteit is echt van nul naar beroep gegaan. Maar we hebben dat nooit medegedeeld aan de bevolking. Klopt, van, dus we hebben iets om trots op te zijn. Iets om voor te vechten. Maar dit is, je moet altijd naar buiten komen met dit soort dingen. Ja. Want als mensen het niet weten. Ja. Kijk, weet je, dus op 18 september gaan we, hopelijk gaat iedereen in Suriname meedoen. Op de radio zeiden we ook van president Satoki, VP Brunswijk, gaan jullie ook burpees met ons doen? Ja. Weet je, dat we allemaal gezond bezig zijn. Burpees, ja, ze zijn zwaar. Maar daarna voel je je lekker, boy. Okay, dus zeker. We gaan gewoon de challenge aan met z'n allen. Zelf, mijn schouder is een beetje uit de running geweest, maar ik ga toch ook weer oefenen. Ook al doe ik hem minder dan vorig jaar, maakt niet uit. Het gaat om dat we gezamenlijk een inspanning doen, geld inzamelen voor de babytjes van Suriname. Je wou nog wat zeggen, Lorindo? Volgens mij is alles... Dat hij heel hard aan het trainen is met zijn team om burpees te gaan doen. Wow. Ja, verpleging. Hoeveel denk je dat je haalt binnen een uur? Ik had 150 vorig jaar. Wow. Dat wil ik minimaal weer halen. Okay. Dus ik moet echt is meer dan één per minuut. Ja, dus ik bedoel aan. En hoeveel denk je dat je dus haalt? Dus hij moet het verbeteren. Want geen hij is beter idee. Dan nee, dit is mijn eerste keer. Dus ik ga gewoon nog trainen. Hard werken. Dus ik wil een uur halen, hoor. Natuurlijk wel. Maar helaas zit onze tijd erop. We moeten afsluiten voor wat betreft deze aflevering van Magazine 4. Ik wil jullie als gasten heel hartelijk bedanken. Rut, ontzettend mooi Mag initiatief. Mag ik nog een keer het nummer noemen? Dat mensen kunnen appen? Ja, nou, graag. 894-1253. Ja, naar mijn assistant en dan krijg je die registratie. Okay, 894-1253. Yes. En doe dus mee. Iedereen wordt opgeroepen. Dankjewel Rut voor de opzet eigenlijk van deze mooie actie. Mooi initiatief. Lead to Inspire vind je dus ook op Facebook. Check de Facebookpage of de website van Vereniging Kinderartsen Suriname. En zoek ook een manier om bij te dragen of deze actie te ondersteunen. Ik moet helaas afsluiten. Ik dank u heel hartelijk voor uw aandacht. En vandaag is vrijdag. Dus de laatste aflevering van Magazine 4 van deze werkweek. Maandag om 4 uur zijn we er weer met een nieuwe aflevering live vanuit de ABC-studio. Ik ben Teersa. Wees lief voor elkaar. Goedemiddag.